Denk je aan een BMW? Dan denk je natuurlijk al snel aan een 6 in lijn. Van nature het meest uitgebalanceerde motorconcept. Toch is er nog een motorvariant die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van dit merk. En zo'n motor bevindt zich onder de kap van deze 5-serie. Wil je weten wat dat is? Ik vertel je er graag alles over in onze video met de binnenkomers van week 12. Zoals je misschien wel weet, kwam BMW begin vorige eeuw voort uit diverse fabrikanten die zich bezighielden met de productie van vliegtuigmotoren. En ook wel motoren voor stationaire toepassingen, zoals de bronbemalingsaggregaten die je hier achter me ziet. BMW was eigenlijk nog maar net begonnen automobielen te produceren toen de Tweede Wereldoorlog letterlijk en figuurlijk roet in het eten strooide. Toen die automobielproductie midden jaren 50 eindelijk weer op gang kwam, besloten ze dat het tijd was voor een imagoboost. En die boost van dat imago moest komen van een nieuw topmodel. Voor dat topmodel werd een nieuwe motor ontwikkeld. En die motor, dat was een 2,5 liter V8. In die jaren was Max Hofman in Amerika zowel importeur van Mercedes-Benz als BMW. En hij vroeg BMW om een concurrent voor de 300 SL, voor de Gullwing. En die kreeg hij in de vorm van de legendarische 507 met onder de motorkap wederom een V8. Beide auto's werden helaas geen succes voor BMW. Ze verloren geld aan elk geproduceerd exemplaar, zoveel zelfs dat ze het merk aan de rand van de afgrond brachten. Geen wonder dat het tot de jaren 90 duurde voordat ze weer met een V8 durfden te komen. En dit keer hadden ze het met de M60 wel helemaal goed. Dankzij veelvuldig gebruik van lichtmetaal was het een opvallend lichte motor die met zijn 4 kleppen per cilinder bovendien veel kracht leverde en efficiënt met brandstof omging. In deze ex-fabrieksdemo 550i M-Sport van augustus 2006 ligt de ultieme doorontwikkeling van die motor, de N62, in de 4,8 liter variant met 367 pk. Nadat de V8 motoren eerder al variabele kleplaattiming op de uitlaat en daarna op de inlaatzijde hadden gekregen, voegt de N62 daar nog de Velvetronic, de variabele kleplift hoogte aan toe en een unieke inlaat met variabele lengte. Een hele hoop techno praat natuurlijk, maar wat telt is het resultaat. En dat is spectaculair. Heel veel koppel vanaf hele lage toerentallen, maar wel die super directe gasrespons van een atmosferische motor. En een ander voordeel van de gewichtsbesparende constructie die BMW heeft toegepast, is het zwaartepunt wat mooi ver naar achteren ligt. Als je hier kijkt, is mijn been bij het midden van het voorwiel. En kijk maar eens waar die motor ligt. Bijna volledig achter de as. En dat voel je als je achter het stuur van deze 550i zit. Want niet alleen de gaspedaalrespons is onmiddellijk, ook de besturing is heel direct. Uiteraard geholpen door de 217 BMW's unieke Active Steering. Met maar 125.000 kilometer gereden en een uitstekend gedocumenteerde eigenaar en onderhoudshistorie zit het met de conditie van deze auto natuurlijk helemaal goed. Super cool, het affabriek kofferdeksel spoilertje. En als ik zeg ex-fabrieks demo, dan begrijp je dat het met de rest van de uitvoering ook helemaal goed zit. Speciaal nappaleer, head-up display, maar ook de universele afstandsbediening, radar cruise en zelfs night vision zijn present. Onwijs genieten natuurlijk. Het geluid, het koppel, het karakter van zo'n V8. Helemaal te gek. Maar ik heb nog wat moois om je te laten zien. Dat is deze 5-serie Touring van 2014. Een facelift dus in Sofistograu briljant effect. Onder de motorkap, zoals onze Vetter Hans het zo mooi noemde, de 6-cilinder met de kracht van een V8. De N55 Twin Scroll Turbo 6-cilinder. 535i Tourings van na de facelift zijn erg zeldzaam en deze auto onderscheidt zich verder door zoals genoemd het X-Drive systeem en de uitzonderlijk lage kilometerstand van 75.000 km. Onderscheidend is verder de combinatie van de 760 hoogglans zwarte raamlijsten met de individual hoogglans gespoten dakrails en het achteraf getinte glas. Sinds de facelift is de elektrische bediening van de achterklep standaard, omdat deze auto ook het optionele Comfort Access Keyless Entry systeem heeft, kun je die ook openschoppen. Kleding maakt de man. Wielen maken de auto en daarom hebben wij deze mooie 19-inch wielset met CNC-afwerking, oftewel Diamond Cut-afwerking, gemonteerd. Veel mensen associëren die digitale tellers met een facelift. Nu was dat al vanaf modeljaar 2013 een optie, maar gelukkig is het ook op deze LCI geselecteerd. Het navigatiesysteem is bij de facelift het vernieuwde NBT-systeem met de iDrive-controller voorzien van touchpad. En naast alle obligate opties zoals de comfortstoelen en het panoramadak, zal de wintersportliefhebber die een X-Drive zoekt zich ook verheugen in aanwezigheid van de originele standkachel. En daarmee komen we ook weer aan het einde van onze video over de binnenkomers van deze week. Maar niet getreurd, ook voor de komende week hebben we weer een aantal heel bijzondere liefhebbers BMW's in voorbereiding. Wil je weten welke dat zijn? Volg ons dan op Facebook of abonneer je op het YouTube kanaal. Tot volgende week!